Check of shaken dan, dude. What the heck? Hoppakee, brug. Hij valt neer. Soef door het gras. Het is al voorbij voor de jongen. Hij mag naar huis. Ligt het aan mij of zie ik er echt kapot eng uit? Dat komt door het licht achter mij, hè? Yeah! Mensen, wat verder, jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Harm en ik ga vandaag weer reageren op video's, yeah! Dit heb ik for real echt kapot lang niet gedaan. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik was gewoon druk met vlogs, ik was gewoon druk met games en ik was druk bezig met meisjes. Ja, en ik keek laatst even door mijn kanaal heen en toen zag ik deze video. Ik kan dat niet meer. Jullie zien het, bijna een miljoen views, terwijl ik gewoon op wat filmpjes reageer. En natuurlijk als creatief meesterbrein wil je natuurlijk weer zoiets verzinnen. Iets wat weer een miljoen views gaat halen. Dus dan ga je in die genre denken, reageer op, waar moet ik op reageren? Ja, ik weet iets. We gaan bijna letterlijk hetzelfde doen, let's go. Vandaag gaan wij reageren op motorcycle crashes. Ja, want ik hou van pijn, ik hou van bloed, ik hou van verdriet, ik hou van eenzaamheid. Ah, jongens, we gaan de pijn vandaag tegemoet komen. Oh, daar gaan we dan. Let's go, eerste filmpje. Oh, die gaat zo hard fout. Daar ga je dan. Oh. Je hoort hem creperen. Alles gebroken zeker. Oké, hij beweegt nog. Hij is niet dood. Motor uitdoen, hè, is altijd belangrijk, anders gaat dat ding in de fik vliegen waarschijnlijk. Ik moet er niet om lachen, want die gaat echt oprecht mensen dood. Oké, volgende. Oh, what the fuck? Hij gaat op gas en hij flikkert. Oh, yo. Никит, живой. It's the way. Oh. Nou, daar gaat je mooie groene motor. Next one. Wat doet deze guy? Hij gaat stoeren, hè? Dikke drift sessie. Ah, dit stelt letterlijk niks voor. Die andere vriend van hem zet hem ook gewoon uit van, ja, het is er zover. Hij laat dat ding flikkeren. Lekker gedaan, pik. Twee snelheidsduivels. Ze gaan vluggen, ze gaan snel. Ze hebben hun snelle planken opgezet. Oh, en hij trekt een wieler. Ja, wat slim. Hey, applausje voor jou. Lekker grap. Oh, ja. Dat is zo mooi. Dat die adrenaline voelt ze is niks. Dan denken ze gelijk aan hun motor natuurlijk. Van, oh shit, mijn motor. Nee, gauw. En dan laatste, dan voel je pas de pijn, ja. Oh, nog een wheelie. Nog iemand die een wheelie trekt. Hij doet het wel goed. Dat geef ik hem gewoon. Dat doet hij netjes. Heerlijk. Maar gaat hij ook keihard op zijn bek? Dat wil ik gewoon zien. Wow. Yo, die spin. Zie hem zo op zijn rug door het gras glijden. Zo van, yo, I'm done. Check of shaken dan, dude. What the heck? Hoppakee, brug. Hij valt neer. Soef door het gras. Het is al voorbij voor de jongen. Hij mag naar huis. Lekker douche, grap. Lekker douche. Ik mag eigenlijk helemaal niet lachen, want ik heb zelf een scooter gehad. En ik ben zelf twee keer op de bek gegaan met dat ding. En heel vaak kan je er ook niks aan doen, want ik ben dus één keer op mijn bek gegaan. En dat was de eerste dag dat het glad was in Nederland. En heel vaak wordt er dan niet gestrooid. En op een spekgladde weg kan je gewoon absoluut niet rijden met twee wielen. Nee, echt niet. Dat gaat niet lukken. En ik ging door de eerste beste rotonde en ik zoefde zo het onderuit. En mijn scooter die gleed echt 10 meter verderop. In het begin inderdaad sprint je naar je scooter om te kijken of alles goed is. En dan later dan besef je dat je best veel pijn hebt. Ja. We gaan door. Wat doe je? Oh, wat een naaier! Wat? Hij springt... Oké, dat wil ik nog een keer zeggen. Hij springt letterlijk van zijn motor af en hij naait zijn vriend zo hard. Want hij overleeft het zelf wel. Dude, kijk, wat doet hij? Wat de heck? Oh, joh. Ik zou zo boos zijn als vriend zijn. Van, joh, je probeert alleen maar stoer te doen. En nu heb je mij ook te pakken, grap. Wat gaat er nu? Oh, iedereen die wielen steekt. Oh. Nou, daar ga je, man. Ja, balen. Ja, iedereen weet het gewoon, als één keer als een motor op zijn zij ligt, dan weet je gewoon, het is voorbij. Want nu zit hij onder de krassen, is hij gelijk een paar duizend euro minder waard. En iedereen denkt van, shit, dat is het eerste dat iedereen aan denkt. Dat is hetzelfde als je zelf valt en je hebt de pulsje vast. Het eerste reactie wat je hebt is gewoon dat pulsje moet recht blijven. Het is gewoon heel normaal. Het zit gewoon in de man. Het is gewoon een natuurlijke reactie. Oh, jongens, de Hells Angels. Daar gaan ze dan. De helft gaat op zijn muil. Yo, wat gebeurt hier? Dit is ook gewoon gedoemd te falen. Niemand spiegelt gewoon. Iedereen doet wat domme trucjes. Weer een wheelie, jongens. Die wheelies, wat is het eens even met die wheelies? Wat gaat deze... Oh, hij gaat er ook nog bij staan ook. Ja, dat gaat toch hartstikke fout, jongen. Hij kan dat niet. Hij doet ook gewoon een koprol en hij danst lekker verder. Van, kut, ik ben fucked. Lekker grap. Oh, de volgende, ja hoor. Oh, nice. Oh, de spiegeltjes. Oh, dit gaat echt fout, Oh, nee, joh! What the heck? Die gast... Oh, zijn schoenen vallen uit, of niet? Zijn schoenen liggen... De schoenen moeten gepakt worden.
Oh, regenachtig weer is ook altijd... Oké, dat ligt compleet aan die auto volgens mij. Ik was niet aan het opletten, ik weet niet precies wat de verkeerssituatie was. Maar hij schuift lekker over de wegdek. Hé, lekker man. Verkeer van rechts zeker? Ja. Nee, dit is helemaal niet grappig. Dit is ook een vrouw achter het stuur, hè. Het zagen gewoon de vrouw... Oh, die airbags klap ik uit, zie je dat? Oké, de volgende. Ja. Het stoplicht gaat op oranje en hij jaagt door. Oh, doe. Yo, de Dodges! Hij pakt hem gewoon. Dit is geen fail, dit is een absolute win. Holy shit, dat deed hij echt netjes. Okay. Oh ja, oh, auto's die niet op... Oh, volledig tegen een paal. De pijn, de... Oh, air rape. De pijn en verdriet, heerlijk. Wat gaat hier gebeuren? Oh nee, remno gap. Oh. En hij saved hem. Next one. Oké, yo! Oké, lekker gap. Oké, dat vind ik mooi. Oké, ja, ik zou hetzelfde doen. Oh, nee, ga nou niet naar rechts. Hij heeft niks... Doet hij dat nou met opzet? Is hij zo dom dat hij gewoon niks door heeft? Heel veel mensen hebben ook hekel aan motorrijders. Vooral bij files, dat ze er tussendoor rijden. Maar hier ook weer een lekkere crash. Oh, die komt er niet onder de... Oh, yo, dat scheelde niks. Je hoeft maar onder zo'n band te komen, dan ben je gewoon hartstikke dood. Gaan we dan. Deze man trekt een wheelie. Wat doet hij nou? Oké, hij gaat wel heel vlug. Hij gaat zo hard op zijn mile. Ik zie er bijna niks van. En hij gaat zo vlug. Zo, hij gaat heel vlug. Door al, tussen al die auto's door. Oh, één auto hoeft niet op te letten. En hij is de Sjaak. Ik zie gewoon niks meer. Het is al zo pixelated, maar hij is zo vlug. Ja, was te verwachten. Iemand hoeft maar een beetje links van zijn rijbaan te rijden. En je bent gewoon de Sjaak. Deze man gaat ook heel vlug. Hij gaat echt vlug, man. Wat gaat hij doen? Yo, pak de ramp! Oh, bijna, Gab. Je moest er volledig voor gaan. Gab, lekker bij dat heuveltje omhoog. Saltetje erbij en je bent er klaar. Wat gaat hier gebeuren? Oh. Trek een wheelie, Gab. Trek een wheelie. Oh. Even dat stuurtje zo. Ik zie hem ook gewoon echt achter dat stuur zitten, zo van. Maar vroeger, kijk dat stuur dan. De volgende, deze man gaat zo snel. Hij ziet de bocht niet aankomen. Nee, hij ziet de bocht niet aankomen. Ja, daar ga je, Gab. Lekker. Oh, ik vol tegen dat steen aan. Yo, die slaapt. Die man slaapt gewoon instant, man. Wat de heck? Oh, ja, nice. Wacht. Daar kon hij trouwens wel makkelijk op reageren. Je ziet die auto overal naar rechts rijden. Wat echt de fout van de automobilist is. Daar niet van. Maar daar kan je toch wel op reageren. Ik bedoel... Hier, het was lastig inderdaad. Het is sowieso een klootzak, maar hier. Je ziet hem ook niet echt naar rechts gaan. Ah, waarschijnlijk was je ook niet echt aan het opletten, denk ik. Hoppa, ja, daar ga je natuurlijk. Next one, dirt bikes. Gaan we, lekker iedereen op zijn mijl. Zo hoort het natuurlijk, yes. Lekker, grap. Oh, ja hoor, top. Oh, zo pijnlijk. Welke van deze twee gaat crashen? Ik denk de Force. Ja, kijk, die andere voegt gewoon in en hij schrikt gewoon en gaat volledig op zijn bek, ja. Ja, een vrouw. Het is weer een vrouw. Ik zei het toch. Het is een vet. En trouwens, ik heb even een leuk dingetje. Ik rijd natuurlijk ook vaak op de snelweg. Ik zeg het eerlijk. Ik rijd vaak ook wat te snel. Omdat ik heel vaak laat ben. Heel vaak let ik op en dan kom ik linker rijbaan. En dan ga ik altijd heel snel. En soms als het een beetje druk is, dan willen andere mensen ook inhalen. En dan moet je natuurlijk afremmen. En ik let altijd op van, joh, dan kom ik met een rotgang, kom ik daar aanzetten. En soms dan pleurt iemand zijn auto daar letterlijk voor. En dan let ik altijd op van, joh. Is het de man of is het de vrouw? En letterlijk bijna altijd als iemand dat doet, dan is het of een vrouw of het zijn oude mensen. Het is altijd zo. Mannen hebben respect onderling. En die kijken gewoon in de spiegel en die zien van ja, die komt met de rotgang aanzetten. Iedereen heeft wel zijn haast. Kom maar lekker inhalen, grap. Kom lekker inhalen. Maar ja, vrouwen en oude mensen, die hebben dat natuurlijk niet door. We gaan door. Een volledige vrouw aan het neerhalen hier, maar dat maakt niet uit. Maar dit soort motors zijn ook allemaal kapot duur die je steeds ziet. Als het ding valt, dan ben je gewoon een paar duizend euro kwijt. Het is dus. Hij heeft een pilletje te veel. Het ziet er zo grappig uit. Oh, wat na. Gewoon dat je net allemaal bijna afremt en alsnog raak je elkaar aan. Lekker op. Oh ja, Willy. Ja hoor, top. Nice. Ja, lekker rollen. Lekker. Oh, niet aanrijden. Oh, dikke niet. Wat doe je, man? Kom op, hè. Hij maakt het wel goed af, dat zeg ik je eerlijk. Oké, wat gebeurt hier nou weer? Oh, er komt letterlijk, what the fuck? Er komt letterlijk in één keer een motortje voorbij schuiven. Ja, dat zie je ook niet elke dag. Oh ja, dit gaat fout. Let op, dit gaat fout. Oh, what the heck? Waar komt hier eens vandaan? Letterlijk, allemaal verkeer staat zo in één keer, komt er zo eentje ineens steken. Dude, hoe dan? Wat gaat hier gebeuren? Glijdt hij uit? Oh nee, dat, weer door de auto. Altijd de auto's. Auto's gaan naar links en motors die schrikken en die zakken gewoon instant onderuit. Klo, en die rijdt hij nou door? Dude, rijdt hij door?
Oh nee, ik zou net zeggen, ik zou naar de kant gaan. Dat is zo lullig, jongen, dat je dan doorrijdt. Dan ben jij weer een klootzak. Oké, jongens, en de laatste voor vandaag is het weer de schuld van automobilisten. We gaan het zien. In 3, 2, 1. Oh ja, nice dat het leuk in beeld komt. Top. Dit was weer de video. Bij mij komt het ook in het beeld. Je kan op een andere video klikken. Zou ik super chill vinden. Abonneer op mijn kanaal. We hebben genoten. We hebben pijn gevoeld. Ja, ik ga een motor halen. Later.